Ik ben Robin Wijn en samen met een aantal compagnons hebben wij Cuisine opgericht. Als ik aan de feestdagen denk, dan denk ik vooral aan iets wat heel cliché is natuurlijk, maar een stukje saamhorigheid. Niet alleen voor onze gasten, maar ook onder het personeel. Hoe wij onszelf voorbereiden op kerst, wij gaan ervoor zorgen dat wij iets anders doen dan we normaal gesproken doen. En doordat wij heel convenience werken, dus eigenlijk dat we de voorbereiding elders kunnen laten voorbereiden, betekent dat we gewoon ook echt een breed assortiment kunnen aanbieden aan onze gasten. De kracht van convenience is gewoon dat je in elke vestiging dadelijk hetzelfde kunt serveren. Buiten het feit dat het snelheid heeft, kun je ook nog een bepaalde marge uithalen. Je moet altijd wel oppassen, vind ik. Want een slimme keuken hoeft niet altijd, moet geen luie keuken worden. Dus dat betekent nog wel dat de aandacht er op alle fronten moet zijn. Maar het moet een handigheid zijn. Het moet een handvat zijn om op een bepaalde manier minder handjes nodig te hebben. Om uiteindelijk nog wel de juiste service te kunnen verlenen. En die twee dingen samen maakt de slimme keuken interessant voor elke ondernemer. Ja, met behulp van de slimme keuken kun je ook enorm besparen op personeelskosten. Dan gaat je marge omhoog. En dat is natuurlijk een groot voordeel als je werkt met een convenience product. Ik vind dat wij onze zaakjes goed voor elkaar hebben bij Cuisine. Is dat het een samenwerking is tussen allerlei facetten. Dus niet alleen de slimme keuken, maar ook snelheid aan tafel, uitstraling, sfeer. Al die facetten moeten samenkomen om een totale gastbeleving te genereren. En slimme keuken is daar heel belangrijk in. En dat geeft heel veel mogelijkheden ook voor ons. Geeft mogelijkheden ook om extra aandacht aan je gasten te kunnen geven. Ja, daar doen we het eigenlijk allemaal voor, met de kerst. Die grote glimlach op het gezicht.